1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag en het is 8:10 ochtends. Ik heb geen werk meer gezet. Ik ben eigen wakker geworden en ik vind het een mooie tijd. Het is iets later dan dat ik normaal wakker word. Normaal is ik natuurlijk gewoon om 6:30 in mijn bed uit. Dus wat ik zeg, het is ietsje later. Maar ik dacht, ik heb toch geen plannen. Dus ik ga lekker chillen. Ik heb mijn telefoon erbij gepakt. En ik ga lekker voor YouTube video's kijken. Alles lekker op het gemakje. Heerlijk. Het is 9:00. En ik lig nog steeds in mijn bed. Ik heb echt serieus een chill ochtendje. Ik heb al mijn YouTube video's gekeken. En ik ben nu dus echt serieus niks aan doen. Gewoon liggen en relaxen. Ik kom mijn moeder beneden zingen. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar goed. Ik ga koffie zetten. Ik denk dat me dat wel uit mijn bed krijgt. Goed, het is inmiddels 9:30. Ik ben aangekleed zoals je ziet. Ik heb zoals je ziet in de spiegel een lange rok aan. En een topje en een groene BH. Want I don't care. Ik ga koffie zetten. En vandaar dat ik jullie nu hier neerzet. Want het koffieapparaat staat daar. En ik ben nog steeds blij hiermee. Het werkt zoveel beter. Oh, hij heeft face recognition. Daar moet ik af en toe wel aan wennen hoor. Nu wel. Ik probeer een video te downloaden, maar dat wil dus niet helemaal lukken. Helaas. Video converter misschien. Video converter Android. Ik heb trouwens lekker mijn oortje in. Lekker muziek aan het draaien. Ik ga hier weg, want het spuit dat ding zo helemaal. Natuurlijk eerst een laagje melk. En koffie. Hier, leuk. Ik heb zo'n kleine video edit dat ik dat lekker had voor vandaag. Met een lekker heerlijke latte macchiato. Goed, de koffie is op. En dat brengt mij op het volgende onderdeel wat ik nu ga doen. En dat is editen. Dat moet namelijk ook gebeuren. Dus wat gaan we doen? Dat doe ik trouwens gewoon nog steeds lekker hier. Alleen, ik vind die lamp die hier staat echt rot, jongens. Die lamp heeft zulk irritant licht. Maar volgens mij had ik nog ergens een lampenbolletje. Dus ik ga hem gewoon verwisselen. In de hoop dat er ander licht uitkomt. Want dit is echt vreselijk. Goed, nog een dingetje. Ik heb gisteren trouwens dit doorzichtig hoesje bij de telefoon erbij gekregen. Maar ik heb een hekel aan doorzichtige hoesjes. Ik vind het vreselijk. Die dingen die kleuren super snel oranje. Ik vind het echt super lelijk. Dus wat ik nu wil gaan doen vandaag is naar het centrum gaan. Om in het centrum een of zwart hoesje te kopen. Of een bedrukt hoesje. Online wil ik het niet doen. Omdat ik mijn hoesje wel gelijk in handen wil hebben. En ik weet niet hoe de uitsnijdingen van het hoesje online zijn. Ik weet het niet. Dus wil ik vandaag in het centrum gaan kijken voor een even zwart hoesje of een bedrukt hoesje. Omdat ik een doorzichtig hoesje gewoon vreselijk vind. En ik vind het fijn dat die anti-shock is hoor. Want ik kan hem nu gewoon laten vallen en er gebeurt dan waarschijnlijk helemaal niks. Maar ik vind het zo dik. En ik vind ze altijd zo idioot groot. Dus ik wil heel graag een ander hoesje. En dan heb ik wel een redelijke hoesjeverslaving. Dat geef ik ook wel toe. Maar ja. Ik vind dit dus ook niet heel erg chill. Ik hou gewoon van donkere hoesjes. Zodat ze er, of met een print erachter dat je niet, dat je verder dat het hoesje niet verkleurt. Of helemaal zwart of iets. En niet ja, zo doorzichtig hoesje. Ik hou daar echt niet van. Ja, gisteren kreeg ik hem toevallig er gratis bij. Dus daar ben ik blij mee. Maar het is nou niet dat ik denk van, nou dat is fijn. Dus dit even kijken hoe en wat ik daarmee ga doen. Ik heb hier trouwens extra lamp neergezet. Ik denk dat is wel handig. Want het
is elke keer zo donker hier. En nu staat er echt extra lamp bij, dus nu kan je me wel gewoon goed zien. Wel oranje licht, maar goed, dat maakt niet uit. Het is in ieder geval licht. Dus waarschijnlijk dat ik zo meteen even naar het centrum ga. Chantal die gaat ook deze telefoon kopen in het centrum hier. Dus misschien dat ik tegelijkertijd met haar ga. Even kijken wanneer zij verwacht hier te zijn. En dan ga ik ook wel naar het centrum toe. En dan verder weet ik het eigenlijk niet. Ik zal er even een appje sturen. Hoe laat denk jij in Spijk te zijn? Ik ben benieuwd wat ze reageert. In ieder geval wil ik dus een ander hoesje. Ik heb online gekeken, maar daar vind ik ze allemaal heel kinderlijk en helemaal zo licht en wittig. En dat ik denk van, daar hou ik niet van. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel weer heel erg leuk om gewoon echt een kleur te hebben. Dus bijvoorbeeld een compleet rood hoesje of een compleet geel hoesje. Of maakt niet uit. Dus ja, ik ga zo meteen denken even een gokwagen naar het centrum. Dan kan ik of op de fiets gaan of ik ga met metro. Maar ja, dan moet ik ook weer metro essenties gaan betalen. En zoveel geld staat er ook weer niet op mijn OV. Dus ik denk dat ik straks of lekker op de fiets ga of... desnoods gaan lopen naar het centrum, want zo heel erg ver lopen is het ook niet. Dus even kijken. Ik weet het niet. Misschien de fiets, misschien toch het busje pakken, misschien ook een idee. En ja, dan zien we het wel. Oké, jongens, ik ben inmiddels in het stadhuis in Spijkenisse, want ik was op zoek naar een toilet. Ik was namelijk even naar het centrum gegaan en ik was dus op zoek naar een toilet. Maar ja, die hebben ze dus nergens. Tenminste, die hebben ze wel overal. Maar alles is dicht in verband met corona. Dat ik denk, hallo. Goed, in ieder geval, ik ga mijn verhaal even verder. Ik loop al tegen het licht in, maar goed. Ik moest dus hartstikke nodig plassen. Maar in elke plasgelegenheid of toilet die ik tegenkwam, was gesloten in verband met corona. Dat ik denk, hallo, er zijn ook gewoon mensen die moeten plassen tijdens deze tijd. En ik moest nodig. En ik heb al moeite met mijn bekkenbonus. Dus ik kan het al heel moeilijk ophouden. Nou echt, ik had het niet meer. Dus vervolgens dacht ik, weet je, ik ga gewoon naar het gemeentehuis. En vraag of ik daar mag plassen. En hun zeiden, ja hoor, loop maar door. Dus ik heb even een statig plasje gedaan. Oh, echt zo'n gedoe. Maar goed, het is in ieder geval gelukt. Ik heb trouwens 2 hoesjes kunnen scoren. Ik kreeg er eentje gratis, want die collectie moest weg. Dus ik heb een zwart hoesje. Ik zal hem gelijk even laten zien. Ik heb toch niks te doen hier. Ik heb deze. Dus een zwart hoesje. En dit. Die handjes die zijn glow in the dark. Dus die veranderen van kleur. En deze. Die heb ik nu om mijn nek. Ik doe de tas weer even dicht. Deze. Kreeg ik gratis bij. Dat is met zo'n koord. En dan gewoon een even transparant hoesje. Ik wilde geen transparant hoesje meer. Maar ik mocht er eentje gratis uitzoeken. En het was deze of een boekhoesje. En ja, sorry, maar dat hoef ik niet. Zo'n boekhoesje. Dus ik dacht, ik doe lekker een transparante met zo'n kabeltje. Toen kan ik hem lekker op mijn middel hangen. Dan heb ik gewoon lekker mijn telefoon bij de hand. Dus het was wel een avontuur in het centrum, jongens. Ongelooflijk. Goed, en in de metro op naar huis. En mijn telefoon, dan hang ik dus gewoon... Oh, open dan maar binnen. Hallo. Dit is perfect. Jee, eindelijk! Ik heb jullie namelijk hierop staan. Op deze box. En daarop heb ik dit glaasje gezet. En daar past precies mooi mijn camera bovenop. Oh, dit is zo top. Ik heb net, zoals je hier misschien kan zien. Het valt niet zo heel erg op. Maar dit stak heel erg uit. Echt heel erg. Dus ik heb dit net eventjes zo lekker radicaal eraf geknipt. Ik ben trouwens ook super blij. Want met dit hoesje... Hij heeft hier dus zo'n ding zitten waaraan je die touw kan zetten. Maar die touw kan je dus ook afhalen, ben ik achtergekomen. Want ik dacht, ja, als ik ermee ga werken, of net als nu, heb ik dit touw niet nodig. Want dan zit hij nu gewoon in de weg. Maar die kan je dus afhalen. Dus die heb ik in mijn handtas gestopt. Als ik hem nodig heb, kan ik hem er gewoon aanzetten. En heb ik hem niet nodig, ja, dan laat ik hem er gewoon lekker van af. Ik heb trouwens een fotootje achterop gedaan. En dit is mijn achtergrond geworden. Ik heb eindelijk een leuke gevonden. Ik vind hem super cute. Dus ik ben helemaal happy. De telefoon is ook helemaal ingesteld met alle appjes en dingen.
Dus daar ben ik helemaal blij mee. Super top. Ik zit nu inmiddels te chillen achter mijn bureau. Ik heb niet zo heel erg veel te doen. Mijn haar wil vandaag ook al de hele dag niet. Dat is echt vreselijk. Met die pony merk ik echt dat mijn haar super snel vet wordt. Omdat je er heel erg veel aan gaat zitten. Omdat het elke keer net even niet goed zit. Dus dat is wel echt een dingetje waar ik heel erg aan moet wennen. En ook gewoon moet leren afblijven. Maar goed, ik zit lekker achter mijn bureautje. Ik heb op zich de hele dag lekker beneden gezeten. Mijn moeder een beetje geholpen. Ik ben begonnen met het maken van kristallen. Waarom staat trouwens de ding aan? Het is helemaal geen avond, dus dan hoeft dat helemaal niet. Ik ben trouwens begonnen met het maken van kristallen. Dat is een kitje die ik heb gekocht bij de Intertoys. En ik dacht, ik ga daar gewoon lekker mee beginnen. Ik ga het eens maken en kijken wat het wordt. Dus ik heb nu de mengsels voor de kristallen te creëren heb ik samengevoegd. En het is nu een kwestie van wachten tot het gaat uitharden en dus kristallen gaat vormen. Dus dat is wel heel erg leuk. Verder ben ik op zich de hele dag lekker aan het chillen. En lekker mijn gemakje aan het houden en doen. En ja, dus niet zo heel veel aan het doen vandaag eigenlijk. Het is echt serieus wel een heel chill dagje. Dus dat is allemaal heel erg fijn en heel erg leuk en gezellig en top en prima. Dit is mijn derde kop koffie van vandaag. Aangezien ik gisteren totaal geen koffie op heb, alleen 's avonds, dacht ik, ik ga gewoon lekker een kopje koffie drinken wanneer ik er zin in heb vandaag. Dus dat is dus nu. Volgens mijn horloge trouwens, want die was ook al 24%. Oh, prima. Ja, ik ben dus lekker mijn gemakje aan het houden. Niet zoveel aan het doen. Ik heb niet zo heel veel erg in de dagen vandaag, want het is natuurlijk donderdag vandaag. Maar normaal, oh jee, daar gaat die pukjes piek. Normaal moet ik dus op de donderdag naar de fysio, maar nu moet ik voor een verandering op de vrijdag naar de fysio morgen. Dus het is wel echt elke keer dat ik denk van, wat voor dag is het nou vandaag? Hoe kan dat nou, want het is toch donderdag? En dat ik denk van, nee, het is of ik denk ook dat het woensdag is vandaag. Maar ja, het is helemaal geen woensdag, het is donderdag vandaag. Maar goed, ik ben een beetje de bodem vandaag. Maar goed, geef niet. Ik heb net een video geüpload. Maar alleen nog een paar dingen gaan aanpassen. En dat zou ik dus nu gaan doen. En dat heb ik dus niet gedaan. Dus dat is helemaal niet goed. Dat moet ik dus nu nog gaan doen. Dat ga ik nu gelijk even doen. En ja, ondertussen was ik ook met Ash aan het bellen. Maar ik moest even mijn geluid instellen. Dus dat ga ik doen. Trouwens jongens, die batterij gaat echt super lang mee. Ik ben nu dan al wel de hele tijd aan het bellen. Ik zal even appjes sturen dat ik trouwens even niet terugbel. Moet even wat dingen gaan doen. Nee. Wil je vanavond? Is snuggelen. Dus ja, dat eigenlijk. Maar ik merk wel dat als je je telefoon niet continu, dus bijvoorbeeld nu ben ik bijna de hele middag aan bellen geweest met haar. Dus dan zie je wel dat het iets harder naar beneden loopt dan dat het normaal doet. Maar op zich nog steeds. Vind ik het hartstikke meevallen. Het valt echt hartstikke mee. Ik had het veel en veel, veel erger verwacht. En dat is dus niet. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Verder zie ik dus dat er inderdaad een video online is gekomen. Nee, dat is mooi. Ja, ik weet niet jongens. Ik wil even ergens over kletsen. Ik vervul me, maar ik weet eigenlijk ook helemaal niet waarover ik moet kletsen. Ik maak niks bijzonders mee ofzo. Vandaag ook niks bijzonders. Ik ben vandaag wel gebeld door duurzorg, door mijn werk. Ja. Trouwens super fijn. Ze hebben gevraagd hoe mijn afgelopen gesprek was met mijn toekomstige werkplaats. En ik vind het wel netjes dat ze dan gewoon even bellen om te vragen van joh, hoe was het? Hoe is het gegaan? Is het goed gegaan? Heb je nog vragen erover? Kunnen wij nog iets voor je betekenen of voor je doen? Dat vind ik heel netjes. Dat ze er wel gewoon echt netjes naar vragen. Dus dat eigenlijk. Ik ben wel heel erg blij en heel erg tevreden. Ik ga nu nog even wat YouTube video's kijken als dat kan. En er zijn allemaal nieuwe video's online gekomen, zie ik. Van Bokado is er een nieuwe video online. Dat is leuk. Dus helemaal top. Ik ga even wat video's kijken. Oké, ik ben net even lekker live geweest op Instagram. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Ondertussen ligt mijn telefoon aan de lader, want die is een tijdje niet geladen nu. Ik heb hem vannacht ook niet op de lader gehad. Niet helemaal goed op de lader gehad, laat ik het zo zeggen.
Dus het is nu wat tijd om te laden. Hij was 35%. Ik dacht, weet je, ik ga hem laden of ik hem de hele avond in ieder geval niet meer te gebruiken hoef te doen. Ik ga zometeen even naar mijn oma toe. Want die heeft dus de band van die tas gevonden. Die ik heb. Dat is haar oude tas. Maar ze had de schouderband nog zelf. Dus die ga ik zometeen even halen. Oh, mijn ogen branden heel erg. Dat komt omdat ik hele droge ogen heb. En dan moet ik druppels verhalen. Maar dat vergeet ik elke keer. Super irritant. Maar ik zeg, doe zometeen wel gelijk even een bakkie. Dus ik zeg, zet maar extra koffie. Ja, ze zegt, tot straks 1,5 meter. En ja, ik heb gewoon 1,5 meter bij mijn opa dan mijn afstand. Krijg ze niet aan, ik zit niet in de buurt. Ik zit, hun zit op de bank en ik ga dan aan de andere kant van de kamer zitten. Dus komt helemaal goed. Maar ik ga een video kijken en daarna ga ik het avondeten doen. Want het is namelijk al 5 uur. Dus ik ga even deze video afkijken en dan ga ik het avondeten doen. We gaan gewoon lekker makkelijk gebakken ei eten. Vandaag mijn moeder zegt, wat wil je eten vanavond? Dus ik zeg, nou ja, we doen maar gewoon lekker makkelijk een keer gebakken eitje. Is ook wel eens lekker, dus ik ga zo meteen lekker een gebakken eitje maken met melk erbij en een beetje zout en peper en paprika poeder en vervolgens dan nog zo'n zakje met boeren omeletmix erdoorheen. Ach jongens, en dan heb ik een heerlijk gebakken eitje. Goed, ik loop lekker buiten. Ik heb eventjes de strep van die tas opgehaald bij mijn oma. En ik ben nu weer onderweg naar huis toe, want het is gewoon maar tijd om lekker naar huis te gaan. Het is al, hoe laat is het eigenlijk? 15 minuten over 9, dus het is wel echt wel tijd om lekker naar huis te gaan. En dan ga ik me lekker omkleden. Lekker een beetje in mijn ogen branden de laatste tijd. Heel erg jongens. Vreselijk. Hele droge ogen. Daar moet ik echt eventjes druppeltjes voor gaan halen deze week nog. Misschien morgen gelijk. Daar word ik echt scheidziek van. Maar goed, goed naar huis. Goed. Ik ben weer thuis. En ik doe die lekker aan. Weer wat anders dan deze. Ik ben weer thuis. Ik ben nu dit allemaal aan het dichtmaken. De tas neergezet op zijn plek. Ik ga me even omkleden. Want ja, dat moet ook wel gebeuren. Ik blijf hier aan het draadje hangen. En deze naar beneden. Ik ben gewoon maar niks meer aan het filmen. Hè. Dus dat is wel weer. Ik heb niks meer te vertellen of te laten zien, maar toch. Vlog. Why? Ja, ik ben dus thuis en ik loop dus nog steeds met mijn telefoon om mijn middel, gewoon dat het kan. Ik ben zo blij met dit. Ik vind het zo chill. Gewoon die touch die je helemaal kan verstellen en doen. Ik ben er zo blij mee. Kijk, ik kan hem ook gewoon helemaal uittrekken. Maar dan hangt hij echt helemaal hier beneden. En dat vind ik niet fijn. Ik vind het wel fijn als hij gewoon een beetje op mijn heup hangt. Dus daarom trek ik deze touwtjes wel gewoon aan. Natuurlijk verschuiven ze, moet je ze ook heel goed schuiven. Dat is ook wel weer waar. Maar maakt me op zich niet zoveel uit. Maar ik vind het gewoon fijn als die gewoon hier bij mijn middel hangt. Dus officieel nog steeds super blij hiermee. Ik ga me lekker omkleden en ik ga lekker slapen. Want er is verder niet heel veel meer te doen. Ik heb lekker bij mijn opa en oma een bakje gedaan en gekletst. Morgen trek ik denk ik mijn jasje aan die ik er net ook aan deze niet in mijn kast. Wat doet hij überhaupt hier? Je moet hier onder op de stapel. Aan de ene kant wilde ik morgen een jurkje aan doen, maar ik bedenk me nu in één keer dat ik morgen dus inderdaad naar de fysio moet. Dus dat lijkt me zo'n heel erg goed plan. Dus denk ik dat ik voor een andere optie ga. En dat is deze blauwe broek met steentjes.
aan de onderkant. Die zit wel heel erg lekker. En dan iets van een t-shirtje. Het liefst een witte. Vind ik er wel leuk bij staan, denk deze. En dan een lichte BH erbij. Dat is wel zo verstandig. Oh, ik gooi nou alles op de grond. Deze huidskleur. Dit moet niet op de grond. Maar die moet ik zo te zien morgen wel aan. Dus dat is top. Dit allemaal terug in de kast. En dan ga ik me lekker omkleden. Klaar. Omgekleed en wel even mijn skincare doen. Ik ga even mijn gezicht wassen. En de crème en alles staat in mijn kamer. Dus dat is top. De gezichtsreiniging die ik gebruik is de Garnier Skin Active Groene Thee Reinigingsgel. Ik doe gewoon een pompje van op mijn handen. De andere hand maakt nat. En dan gebruik ik dat in elkaar in. Was ik daar gewoon lekker mijn gezicht mee. Spoel ik het af. Spoel ik mijn gezicht af. En droog ik het ook met mijn eigen handdoek. Zo. Dat is het. Gebruik ik of de crème die hier staat. En dat is echt een nachtcreme. In dit geval ga ik hem vandaag wel weer eens gebruiken. Vaak gebruik ik deze wel het meest hoor, voor 's nachts ook. Soms gebruik ik dezelfde crème die ik op de dag gebruik. Maar het lijkt me nu wel weer even een goed plan om deze te pakken. En als het even op je gezicht zit, maakt niet uit, want je gezicht neemt gewoon op wat hij nodig heeft. En waast het gewoon weer uit wat hij niet nodig heeft. En dan zie je dat mijn gezicht best wel wittig is door de crème. Maar dat trekt allemaal in. Je moet het ook gewoon goed insmeren. Zo. Af toe. Check deze weer weg. Doe ik nog wel even mijn handen wassen. Bij ons staat eigenlijk alles in het kastje: de handzeep, die kremmetjes, alles. Er staat hier niks op de grote zeep. Dat is ergens ook wel fijn hoor. Is trouwens mijn handdoek, mochten de mensen denken, waarom hangt mijn handdoek, van wie is die, gebruik je die allemaal? Nee, die is van mij. Mijn. Goed, wat ik tegenwoordig ook doe, misschien wel even leuk om snel te vertellen. Ik leg elke avond hier mijn setje kleding klaar en een washandje voor de volgende ochtend. Mijn bril neem ik wel mee. Lampje uit. Oh ja, wacht, ik moet mijn voet er even insmeren met de lotion. Dus je neemt even mee. Zo. Zo. Dan ga ik mijn voeten nog even insmeren. Mijn bril doe ik trouwens niet meer op. Dus altijd, 's avonds denk ik, oh, het zal wel allemaal weer goed zijn. Ik ga wel mijn voeten nog even insmeren en dat doe ik met deze lotion. Deze. Dit is een eczeem psoriasis intensive crème. Nou heb ik geen eczeem of psoriasis, maar ik weet dus nog steeds niet wat het is met mijn voeten. En dit is dus ook een crème tegen jeuk. Ik heb een tijdje mijn voeten ingesmeerd met crème van de apotheek. Maar die smeer ik eigenlijk elke ochtend op mijn voeten. En s'avonds gebruik ik deze. En tot nu toe werkt dit wel oké. Hier zit een soort mantel in. Dus dat is ook wel
chill. Alleen hetgene is wel, ik vergeet nu sokjes te pakken. Normaal pak ik sokjes. Omdat ik anders ga lopen glippen op de grond. Maar goed. Nu even niet. Zo. Nou, topje erop. Soms doe ik het in de badkamer, soms niet. In dit geval doe ik het hier en ga ik hem weer daarheen brengen. Maar vaak doe ik het daar, want dan zijn mijn handen vettig. En nu moet ik lopen met vettige voeten. Goed, in ieder geval mijn voeten zijn ingesmeerd. Er staan nu door het hele huis voetafdrukken. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik ga nog denk ik even lekker op mijn telefoon. Of op mijn laptop. Kijken of er nog mensen wat te vertellen hebben. En anders ga ik lekker slapen. Het is nu 9:50. Ik ga nog wel even naar beneden. Even een bakje doen bij mijn ouders. En dan hou ik het lekker voor gezien voor vandaag. Dus ik ga in ieder geval de vlog afsluiten. Dus bedankt jullie voor het kijken. Deze video een duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doeg!